Goeiedag, ik ben Jeroen Nagel van Metaallokaal. Ik ga een instructie geven over MIG-MAG-lassen en dan vooral de juiste instelling van de boog, de verhouding van de draadsnelheid ten opzichte van het voltage. En ik ga in de praktijk de juiste instelling laten zien dan een instelling met te weinig draad en een instelling met te veel draad. En dat kan je heel goed aan het geluid horen of dat de juiste instelling is of dat we daarnaast zitten. Ik ga beginnen met de goede instelling. Let vooral even op het geluid. Zoals je gehoord hebt, heb je een regelmatig knetterend geluid gehoord en heb je de juiste instelling van je lasmachine. Oftewel, het voltage en de draadsnelheid zijn goed op elkaar ingeregeld. Ik ga mijn tweede voorbeeld, de draadsnelheid, verlagen van 4 naar de helft, zeg maar, naar 2. De verhouding is verstoord en je krijgt nu een ander geluid bij het lassen. Luister goed. Instelling van de lasmachine met te weinig draad geeft een beetje ploppend geluid. En als je dat hoort, heb je altijd te weinig draad aangevoerd. Het derde voorbeeld wordt een instelling met te veel draad. Voltage laten we gelijk en we gaan de draad zetten op 8. Overdreven voorbeeld, lekker veel draad. Luister goed naar het geluid. Hierbij was de draad veel te snel aangevoerd en je ziet ook stukjes ongesmolten draad rondom je werkstuk liggen. De draad gaat er zo snel uit dat je te weinig tijd krijgt om te smelten. En je voelt ook met je hand dat soms je laspistool wordt weggeduwd. Ik hoop dat jullie een beeld geeft van de juiste instelling. Luister vooral naar het geluid van je lasboog. In mijn volgende filmpje laat ik zien hoe we 2 plaatjes aan elkaar gaan lassen. 1 keer met de juiste instelling, 1 keer met te weinig inbranding, dan ligt de lasser bovenop. En in het derde voorbeeldje 1 met een te hoge inbranding, dan ga ik er doorheen. Tot ziens!